Nu, vandaag moeten we een aantal belangrijke dingen doen. Hey! Hallo! Ja, daar zijn we weer. Potverdikke zeg. Dit is Guy. En zoals jullie misschien wel weten, is Guy een absolute legend. Hij zegt dingen als... Een horrorclown. Hij meer had aan me laten schrikken. En... Spel van Puma. En dat is grappig. Vandaag gaat Guy met me mee naar mijn werk. Of in ieder geval, ik doe een poging tot. Want ja, probeer jij maar eens langer dan 10 seconden de aandacht vast te houden van een 4-jarige. Hè? Lachen! Van de werkdag, Guy. Hey, normaal man. Guy, ik heb gemerkt dat jij bent niet echt iemand die graag op een kantoor werkt. Ik snap het ook wel. Ik hou ook niet van de kantoorsetting. Maar ik moet ook gewoon vanuit huis dingen checken. Allemaal werkgerelateerde dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Dat gaan we vandaag doen. Of niet dan, Guy? Of niet dan? Hey, Guy, jij moet wel even je werkkostuum aan. Die stond je zo goed. Nee. Tegen mij? Wat? Nee. Wat? Nee. Wat? Guy! Je hoort me wel, viesrik. Zo, doe maar even je pakje aan. Wil je dat niet aan? Wil je niet aan? Nee. Guy, vandaag moeten we een aantal belangrijke dingen doen. Hey! Even serieuze zaken, Guy. Even serieuze zaken. We moeten vandaag aan het werk. Ik moet een edit bekijken. Ik moet nog even iemand bellen. Dat gaan we samen even doen. Gaan we eerst even lunchen, ja? Dat is nog wel even belangrijk. Gaan we even broodje eten. Klaar voor broodje? Nee. Wat ga je dan doen? De poesje wegjagen. Here we go. Nee, niet doen. Nee, Guy. Wat zeg je? Ik help niet. Je hebt zelf die bende gemaakt, hé. Dit kan toch niet? Wat gaan we hier nou mee doen, joh? Dat is leuk. Het is helemaal niet leuk. Dit is toch ongelooflijk? En jij dat in je eentje opvangen? Jij hebt een lunch meegenomen, toch? Wat is dat nou weer? Zo, je hebt gewoon je broodtrommel, man. Wil je de gele of de oranje? Ik wil graag de rode. Die is de oranje. Maar hij moet rood. En mag deze. Maar welke moet jij dan? Ik hoef niet. Gadverdamme, wat vies. Ja, ik dan. Echt smerige paprika. Guy? Spel van Puma. Nee! Kom hier, dan gaan we het even in de doos stoppen. Stop het er allemaal mee in. Oh, dit is toch niet te doen. Ik word helemaal gek van jou. Hey, wat doe je? Jari! Ga maar even lekker tv kijken. Hey! Wat zijn deze dingen van? Van pakketje. Maar dit geloof je toch niet? Dit moet er nou allemaal weer erin. Die ligt ook nog. Oh, wat fijn dat je dat even zegt. Dat zie ik ook niet. Hey! Rustig! Rustig! Wie was dat? Hey Guy, heb je ook brood voor mij? Ja. Wat heb je erop gesmeerd dan? Kijk. Wat lekker, hé! Voor jou! Domme Kelvin. We hebben al hard gewerkt vandaag, hè? Pas voor dikkie zeg. De lunchpauze zit erop. We zijn bijna klaar met eten. Maar weet je wat het is, Guy? Kijk, mijn werk dat is heel vaak leuk, maar soms ook minder leuk. Want soms moet je bepaalde mensen slecht nieuwsgesprek hebben. Het zijn gesprekken waarbij je ze eigenlijk moet duidelijk maken dat ze niet zo goed functioneren. En dat je ze eventueel moet ontslaan. Dat zijn best vaak op neerkomt. Vandaag heb ik zo'n gesprek. Dat gesprek heb ik met een editor. En die editor, die moet ik helaas mededelen dat hij het de laatste tijd niet zo goed doet. Ik denk dat Guy de uitgekozen persoon is om dat te doen. Mocht je afvragen waarom hier al de hele tijd een zwart balkje of iets anders voor staat om het te censureren, dat komt omdat Guy dingen aan het doen is met zijn hand waar je niet vrolijk van wordt. Weet je wat we moeten doen? Ja. Lennart, die moeten we ontslaan. Weet je wat het is, ontslaan? Nee. Dat is als iemand zijn werk niet goed doet. Moet je hem dat even vertellen? Kom maar. Hallo. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, fijn, leuk. Hey, ik heb hier een nieuwe collega genaamd Guy en die moet jou even, wat vertellen. Zeg maar, je bent ontslagen. Ik ben ontslagen. Waarom? Je moet hem even geruststellen. Je moet even zeggen dat het niet aan hem ligt. Zeg maar, het ligt niet aan jou. Het ligt niet aan jou. Jawel. Hey Guy, nee, zo werkt het niet. Zeg maar gewoon dat het van beide kanten komt. Ik snap het niet, Guy. Waarom mag ik niet meer editen? Zeg maar, doei Lennart, succes en tot nooit meer ziens. Doei Lenta, tot nooit meer. Zo, die is ontslagen. Lekker gedaan, Guy. High five. Hey.
Wat doe je? Bijten. Waarom bijt je mij? We moeten aan het werk, Guy. Ik heb net een nieuwe edit binnengekregen van een videoclip. En ik wil even dat jij bekijkt of hij goed genoeg is. Heb je dat begrepen? Nee. Oké. Deze is voor al mijn helden die vanavond vooraan staan. Let's go. Hey, doe eens gek, je bent normaal genoeg. Maar ziet het er goed uit tot nu toe? Oké. Altijd spannend als je een nieuwe edit binnen hebt. Ik hoop dat de creative director van vandaag het goed genoeg vindt. Ja, waarom? Goeie vraag. 12 bier is 16 vodka, beetje snel graag. Snel, ja. Ik kan wel zuipen, maakt niet uit, op mijn lege maag. Waarom had jij toen geen muts op van die? Over het hoofd gezien. Wow, yo, jij bent perfectionistisch, man. Hey! Laat me fucking rennen naar het einde van de horizon en verder dan ik ooit gerend heb. Oh, waarom had je toen niet die muts op? Die is toch lelijk, Guy? Die Batman ziet er toch niet uit? Nee, die is heel En wat vond je van de clip? Kan die online of moeten nog wat dingen anders? Nee, hij kan nog niet online. Daarom. Waarom niet? Daarom je moest nog je muts op doen. Maar dat kan ik niet meer. Dat... Zo, maar deze creative director is genadeloos, man. Ik heb nooit een muts op gehad. Hello darkness, my old friend. Ik heb nooit een muts op gehad. Hey Jasper, nog een beetje feedback. Volgens de creative director moet ik een masker op. Dus als je dat nog even kan fixen in een nieuwe versie, dan zou dat fijn zijn. Dankjewel. Oké, tot zover feedback. Dat gaan we een andere keer spelen, ja? We moeten nu aan het werk. Ja? Je weet niet eens hoe dat werkt, joh. Dikke zwans. Hè? Tot zover is Guy een voortreffelijke zakenpartner. Hij brengt niet per se efficiëntie in het proces. Maar wel lol, dus dat is ook wat waard, denk ik. Het is tijd om te vertrekken. We hebben een meeting buiten de deur. Ik heb een nieuw huis gekocht. En daar moeten we even naar kijken, ja? Ben je er klaar voor? Ja! Ja! Zo, wat zit jij in een dikke auto, hé? Ik zit niet in een dikke auto. Wat ja, zei dat, Jo? Jo! Pepernoot. Hey! Guy, hoe vind je zelf dat het gaat? Dat vind ik heel k***. Dat kan niet. Jawel. Huts en nevo, doe normaal en nevo. Lul op mijn hoofd en ik spijs en nevo. Huts en nevo, doe normaal en nevo. Wat wil je eigenlijk doen met je leven, Guy? Een politie zijn, dan kan ik jou in de gevangenis zetten. Pardon? Echt een kleine dommer. Kijk, we zijn er. Nou, ik blijf in de auto. Kijk, dit is het nieuwe huis. We zijn pepernoten. Wat wil je? Pepernoten? Ja. Ik heb ook nog geen pepernoten. Kijk, Gieder is vandaag een klusjesman bezig geweest. Kijk, de klusjesman heeft allemaal stopcontacten geplaatst. Maar vind jij dat het er mooi uitziet? Ja. Ja, is het mooi? We kunnen verstoppertje spelen in het nieuwe huis. Ja. Dan ga ik tellen en dan mag jij even stoppen, ja? Je moet wel binnen blijven. En go! 1, 2, 3, 9, 10. Wie die weg is gezien. Waar moet ik heen? Waar zou Guy nou toch zijn? Waar zou Guy nou toch zijn? Ik weet het niet. Ik ga denk ik toch even boven zoeken. Ja, denk ze. Hallo? Ben je boven? Nee. Ergens bij de raam. Oké, dan ga ik even hier kijken, ja? Hier, waar ben je nou? Hier. Waar? Hier. Hey! 1, 2, 3, 4. Hey, jij telt veel te snel. Makkelijk. Je moet nog even een keer tot 10 tellen. Heb ik meer tijd? 1, 2, 3. Hele zware werkdag. Hele zware werkdag. Ik krijg veel gedaan vandaag. Guy, ik ben de verstoppertjesgod. Ja, kom vooral.
vooral niet naar boven. Maar wat is het plek? Hé! Heb je hem gevonden? Oké, dan ga ik jou opsluiten. Doei! Kom, we gaan er terug naar huis, hè. Gaan we daar nog even naar beneden? Ja! Ik mag ook pepernoten! Au, vinger in mijn oog. Het was een lange dag, maar de dag zit er nog niet op, want ik moet naar RTL Boulevard. Weet je wat dat is? Ja, nee. Dat is een televisieprogramma. Stop. Guy, kun jij even voor mij bepalen welke kleren ik aan moet doen? Oké. Ja? Ja, wat zijn Kijk, kleren dan? Daar in die la, die tweede la, daar liggen t-shirts. Deze? Ja, doe maar open. Kies maar een t-shirt. Ik kom wel op tv, hè, vannacht. Deze. Deze aan? Ja. Dit t-shirt aan. En de sokken. Nice. Deze sokken, maar dat past niet echt bij elkaar, hè? Ja, dat past wel bij elkaar. Kijk, rood. Ja. Kijk, rood en wit. Hier is rood, wit. Oké, en dan moet ik nog een broek hebben. Deze vind ik gaaf. Ja, vind je die cool? Ja. Zo'n beetje bij ingeraapt zootje, hè? Wel, kijk, dan is dus wel. Oké, doei. Ik ben klaar. Als het werk erop zit, dan is hij klaar. En dan... Dan gaat hij gewoon weer naar huis. Dan is hij gewoon... Dan vindt hij het mooi geweest. Ik ga mezelf maar even in deze outfit huizen, ja? Die jij hebt uitgekozen. Goed idee? Later. Op tv mag ik geen streepjes aan, dus heeft Guy dit shirt uitgekozen. Maar dat in combinatie met de rest... Ziet er dus zeg maar zo uit. Ja. Wauw. Tie-dye on tie-dye on rare sokken on... Babestars. Yeah! Hey Guy, hoe vind je mij eruit zien? Kijk eens. Mooi. Ja, zie ik er goed uit? Maar misschien kom jij ook wel even op tv. Ja. Moet jij er nog andere kleren aan? Ja. Guy, wat ik dus dacht, is jij doet deze broek even aan. Met dit shirt. En dan dit eroverheen. Nee, deze wil ik niet. Oké, dan doe je die niet. Maar dat als je op tv komt, dat je er dan mooi uitziet. Jij hebt een beetje wit en ik heb heel bruin. Juist. En geniet van je lolly, hè? Ja. Ik moet dus bij Boulevard praten over Ties en Govert die in Amerika gepakt zijn. En ik heb Guy even meegenomen als mijn baas. Kijk Guy, wat is dit? Ga je deze vrouw even handjes schudden? Hallo? Wie ben jij? Nee. Ik ben Curly. Moet je ook even wat op je gezicht hebben? Even poedertje. My man Guy, kom je ook op tv? Wel kijken hè maat. Wat moet hij dan doen? Praten. Ja. Moet je dan? Vond je het leuk op de televisie, Guy? Ja, kijk, hier gaat. Wat is het? Hier gaat hij uit. Ja, hij is uit nu. Kan jij ook ooit op tv? Ja, dat soort grappen. Oké, ga jij ook ooit een keer op tv, hè? Als ik dan maar met jou ben. Ja, als je net zo groot als ik ben. Hé, hey, je hebt het goed gedaan, vriend. Trots op jou. Hé, Guy, vond je het een leuke dag vandaag, Guy? Ja. Hand omhoog als je het een leuke dag vond. Yeah. Oh. Guy, omdat je vandaag zo goed gewerkt hebt, krijg je van mij. Oh, eet is gevallen. Eet smakelijk. Dankjewel. Guy, ik heb wel eens betere werkdagen gehad, om eerlijk te zijn. Ik vind je nog niet zo goed in je werk. Ah. Ooit moet jij werken en dan moet je geld verdienen, ja? En dan je gaat er niet ver komen met deze houding. Weet je, jij moet doodgaan en ik ga jou in de gevangenis zetten. Bedankt voor het kijken.